70 kilometer verrijdbaar archief, maatwerk speciaal gemaakt voor de Belastingdienst. Unicompact levert persoonlijke berging in de vorm van garderobekasten, lokkers, vakkenkasten, speciale kasten voor de zorg, verrijdbare archieven, bibliotheekinrichting, tekeningladenkasten, een heel gamma aan opbergsystemen waar de klant altijd zijn keuze uit kan maken. Het voordeel van goed archiveren is dat je alle stukken die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering op een snelle en complete manier terug kunt vinden. Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen die de tweede helft van dit jaar plaats zullen vinden. Enerzijds een webshop waarin wij magazijnstellingen en archiefstellingen zullen aanbieden. Daarnaast een gerobotiseerd archiefsysteem, een geautomatiseerd archiefsysteem voor de bovenkant van de markt waarin we full service concepten gaan aanbieden. En ten derde hebben we een aantal importschappen gekregen als exclusief partner waarin we bijvoorbeeld werkplaatsinrichting nieuw op de markt gaan zetten. Wij pakken een project stapsgewijs aan. Het begint met een inventarisatie van de behoeften van de klant. Vervolgens wordt daar een voorstel van gemaakt en voor de uitvoering maken wij een plan van aanpak waarmee wij de diverse partijen bij elkaar roepen, in overleg treden en kijken hoe we dat het beste kunnen realiseren. Opdrachtgevers kiezen voor Unicompact omdat wij hier bewezen hebben, zoals hier bij de Belastingdienst, dat wij dit soort opdrachten aankunnen, dat we de kwaliteit daarvoor leveren. Aan de andere kant zijn wij klein genoeg om iedereen persoonlijke aandacht te geven en specifieke maatwerkoplossingen voor iedere situatie te bedenken. Het meest uitdagende aan mijn bedrijf is dat er een grote variëteit aan klanten is, heel veel verschillende markten, heel veel verschillende producten en iedere keer een nieuwe oplossing bedenken, iedere keer voor een klant een maatwerkproduct leveren. Plus een markt die in ontwikkeling is, waarin innovatieve ideeën een kans krijgen. Dat is voor mij eigenlijk het leukste wat er is.